Dank u wel, voorzitter. Dit debat gaat over de WSW. Daarom zal ik het niet over de asielzoekers hebben, want onze oplossing is natuurlijk grensdicht. En daarmee ben ik gelijk klaar met mijn inbreng op dat punt. Voorzitter, de PVV is het eens met de analyse die de enquêtecommissie woningcorporaties heeft geformuleerd over de rol van het WSW bij de enorme problemen die zijn ontstaan bij de losgeslagen woningcorporaties. De aanbevelingen van de commissie dienen wat de PVV betreft ook geheel en volledig te worden overgenomen en uitgevoerd. En de eerste aanbeveling als het gaat om de WSW is als volgt: de bestedingscontrole geborgde leningen door het WSW. De minister schrijft in zijn brief: het WSW zal beleidsregels dienen op te stellen. En mijn vraag is: hoe staat het hiermee? Wanneer komen deze beleidsregels en hoe helder en duidelijk zullen die zijn? Een tweede aanbeveling betreft de versterking rol achtervangers bij het WSW. En voor wat betreft deze versterking van die rol wil ik graag heldere taal van de minister. In zijn brief somt de minister een aantal maatregelen op. En de belangrijkste luidt: zoals de doelstelling verbreden, zodat nadrukkelijk de financiële belangen van het Rijk en de gemeente in acht dienen te worden genomen. En dat vind ik een onduidelijke formulering en is de minister bereid om hier klare wijn te schenken. Dan de derde aanbeveling, en dat is misschien wel de belangrijkste: het WSW onder toezicht van de minister plaatsen. En hier kiest de minister voor een indirecte constructie, namelijk via de autoriteit woningcorporaties. Als reden noemt de minister dat de verantwoordelijkheid van het WSW niet mag worden ondermijnd. Maar waarom zou toezicht de verantwoordelijkheid aantasten of ondermijnen? Kortom, voorzitter, de minister komt deels tegemoet aan de richting die de aanbevelingen wijzen, maar het is wat de PVV betreft niet helder en duidelijk genoeg. Een private organisatie die publiek geld beheert, dient zeer helder en transparant te worden gecontroleerd. Is de minister bereid om het toezicht zelf ter hand te nemen in plaats van via de autoriteit woningcorporaties? De heer Van Vliet. Dank u wel, voorzitter. De heer Matlener haalt daar een zeer terecht punt aan. Dat is een kernaanbeveling van die enquêtecommissie geweest, dat toezicht. Als we nu met z'n allen constateren dat de minister niet al te verweven moet raken met het dagelijks beleid van het WSW, en je zegt oké, een onafhankelijke, krachtige, integrale toezichthouder zoals de autoriteit moet dan ook maar toezicht doen op dat WSW, is de heer Matlener het dan met me eens dat je die toezichthouder dan ook veel krachtiger moet positioneren dan nu bij die afvinkclub ILT? Ja, de PVV heeft duidelijk voorkeur voor de echte aanbeveling, namelijk direct onder toezicht van de minister. Want wij vinden dus de onderbouwing van de minister om dat niet te doen, die delen wij niet. Toezicht is iets anders dan op de stoel gaan zitten. En die scheiding is natuurlijk heel helder. Als u vraagt, vindt u het beter dat een andere, sterkere club het toezicht dan voert als het niet de minister zou zijn? Dan zeg ik ja, liever een sterkere toezichthouder dan een zwakkere toezichthouder. Want de problemen bij de woningcorporaties zijn natuurlijk iedereen bekend en dat is helemaal uit de hand gelopen. Wat ons betreft gaat de hele bezem door die sector. We willen de corporaties opsplitsen in veel kleinere corporaties, veel dichter op de huurder veel meer zeggenschap geven. Ik zie er allemaal niets van terechtkomen, helaas. Maar uw vraag was duidelijk: een sterkere toezichthouder, daar zijn wij natuurlijk altijd voor. Tot zover de eerste termijn van de Kamer. Ik schors even voor 5 minuten en dan kan de minister...